Hallo mensen, vandaag spelen we de Mining Game met een heel speciale gast, Sarah. Ja, hoe moest ik nu invullen? Ja, sorry, we waren al eventjes bezig met mijn vorig filmpje, maar toen was Ruben vergeten zijn cam aan te zetten. Goed, want ik heb nooit van mijn leven gedaan. Maar het ziet er wel leuk uit. Doe dit. Slash en dan dit. Even kijken. Want toen ik het eerst stuurde... Ik had safe zone mijn zet geschreven. Ah. Ja, en dan op het eerste. Heb ik gedaan? Ja. En, ja. Nu ben je ergens heen geworpen, hè? Oké, hier ben jij. Volg mij. Je hebt je vest nog niet aan. We moeten snel zijn, want hier lopen overal... Want het is een drukke safe zone. Er lopen hier allemaal spelers. Perfect om te onderhandelen, maar als je hier weg wilt geraken, moet je wel echt op je hoede zijn. En Sarah, waar we heen gaan, moet je wel eerst door een hele hoop walkers. Oh, oké. Voor de duidelijkheid wat er zijn is. Yep. Maar ik heb wel maar 10 kogels. Ik heb een vuursteen. Rechterklik voor je met je geweer rechterklik om te schieten. Vuursteen. Ja, kijk, ik heb 30 kogels en als die allemaal op zijn, hè, als er 0 staat, moet je op R klikken en dan is het een beetje gesniped. Ja. Goed. Ben je ook gesniped? Nog eens. Slash kit en solder. Ja. Select kit. Ik ga ook solder nemen. Nu moeten we random spawn doen, omdat jij je 100 euro al kwijt bent. Hè? Ah, oké. Okay. En omdat ik nu niet genoeg meer heb. Wacht Ruben, wacht. We gaan doen, er tegelijk in, oké? 3, 2, 1, lopen. Oké. Ik ben er ergens gespawnd. Rechterklik met je kompas. Rechterklik. Ja, wat staat er dan? Atlanta. Ja, ik zit in Nashville. Oh nee. Dus we zitten redelijk ver van elkaar. Met redelijk ver bedoel ik, zo ongeveer 14. Oh nee. 14 of 15. Ik heb een zombie gekild. Oh, nog één. Bijna. Pak er zoveel mogelijk. Dan ik kan weer niet bewegen. Voor een zombie kill. Ik heb weer het probleem met mijn toetsenbord. Zijn er ergens in de buurt zombies die ik even kan killen van een afstandje? Wauw, ik zie hier nergens zombies. Nou, ik heb net genoeg... Voor mij om naar de safe zone te gaan. Ik zal een beetje sparen om voor u ook te doen. Dan kunnen we misschien iets kopen in de safe zone. Ik moet echt super goed opletten. Oh, daar is een zombie. Boom! Bijna. Yes. Die safe zone waar we daarnet zijn geworpt, is de beste safe zone om mee te onderhandelen. Maar niet echt goed hoor. Bijna. Oh my god. Ik geloof met de safe zone. Wow, ik ben echt slecht te mikken, blijkbaar. Nee. Kost geld. Ja. Ja, ik ga dood. Ik zie het. Zelfs 7 euro of zo. Als je doodgaat, ben je dan de coins kwijt. Ik heb 100 euro. Wat moet ik... Oké, ik ben niet. Als je doodgaat, zijn je coins niet kwijt. Oké. Zombie. Kom maar. Laat je doodgaan. Hier lopen er nog veel zombies. Ik ga proberen zo lang mogelijk nog te rekken, oké? Okay? Zodat ik een beetje meer geld heb. Ik ben nu dood. Waar ben je? Ah, hier. Nee, dat ben jij niet. Ik kom direct, oké? Okay? Ik heb nog 250 euro, weer, maar daar zijn we niks mee. Of wacht, we gaan even terug. Waar kan ik niet? Ja, die heb ik genomen. Dus, neem een kit. Oké. En doe weer slash safe zone. En dit keer neem je de derde. De derde, dat is met die tralies, hè? Oké. Aha. De eerste dan weer? Maar als cooldown. Nee, echt? Als er één cooldown is, zijn ze allemaal cooldown. Kom je pas weer in over het nieuws. Waar ben je? Daar.
Ja, oké, 3, 2, 1. Wil je like joinen? Oh, ik ben er al. Wow, waar ben ik? Nu! Ik zit in Asheville. Waar ben je? Wauw, maar ik zie niks. Het is donker. Ja, weet je, maar dat duurt nog lang. Dus, het is bijna 5 keer zo lang dag als het donker is. Ik... Ondertussen ben ik in een boom gespawnd. Dus het perfecte plek om een paar zombies te snipen. Daar zijn zombies. En ik ben uit mijn boom gevallen, dus nu zit ik in het probleem. Wauw, dit is ook leuk. Ja, hè? Poeh, ik heb hier iemand. Pam. Pam. Wauw, er zijn sterke zombies hoor. Pam. Nee. Ik heb zoveel geluk. Pam. Echt waar. Zo Pam. Veel. Pam. 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 Yes, ik heb weer. Ja. Ja? Sarah, ik heb goed nieuws. Ik heb genoeg om naar de safe zone te gaan als hij weer up-down is, hè? Yes. Wacht. Ja? Allee, dat hij weer werkt. Hè? En ik heb zelfs nog geld om iets te kopen daar. Ik kan eventjes niet zien hoeveel muntjes ik nu heb. Raar. Nee, er zijn niet te veel zombies. Ja, als er te veel zombies zijn, hoeven spelen. Kunt je ook spelers doden? Ja, maar daar krijg je geld van. Ik ben dood. Zombie? Er was een zombie met een sniper in zijn handen. Maar die kan niet snijden. Dat was echt zo'n raar geluid. Echt waar, ik zombies met... Brr. Nee. Was dat geluid dat je hoorde? Ik kan dat niet goed. Ja, zo precies een guest, om het zo maar even te zeggen. Hallo? Ruben? Ah, oké. Okay. Je bent er nog. Ja. Dus, ga ja. naar de Zet derde. Ik in. Wow, de derde. Het is weer nog altijd donker. Hey. Kan je hier elkaar ook al killen? Nee. Ik heb nu... Yes, we zijn hier de enige. Wow, nee. Sarah, allemaal spullen. Wacht. Ja. Wat? Deze mag jij hebben. Soldier. Welke kit heb jij genomen? Deze mag jij hebben. Ik heb 9 vuursten. Deze mag jij hebben, deze mag jij hebben. Oké, nee, die mag jij houden, want ik heb toch al iets anders. Was er die chesten? Ja. Die chesten? Oh, daar kun je van alle spullen uithalen, maar... Allee, maar daar zitten normaal die spullen in, dat zijn voeten en zo. Uh-huh. We moeten hier weg, oké? Okay? Want voordat je het weet is het hier te druk. En als we dan weg willen, gebeurt er wat er in de eerste zit van gebeurt. Ja. En weet allebei dat dat niet goed is. Bam! Oh. Het is gedaan. Ja, dat is misschien het handigste. Gaan we nog iets kopen of zo? Ik heb... Handwapen. Heb je een handwapen? Wat is een handwapen? Nee, dat weet ik niet. Waar dat je niet mee kunt schieten, maar ik heb een bowstaff. Auw! Dank je. Ja, die heb ik u gegeven. Omdat ik een handwapen had. Ik moest sowieso een handwapen hebben altijd. Ik schoot per ongeluk. Oh, wacht, ik ga kijken hoeveel coins heb ik. Mee. Ja, ik kan het toch niet meer zien. Waar ben je? Ah, daar. Ik was je even kwijt. Hier. Nee. Heb je iets van eten? Eten. Waar kun je eten? Ja, dat kan ik er even regelen. Maggie. Bij een Maggie. Maar ik vind het niet ergens. Ik ben hier niet zo vaak geweest. In de eerste safe zone is hij wel gemakkelijk. Hoe ben je godsnaam, Maggie? Hi, Rick. Er komen al personen naar hier. Carol.
Ik drukte per ongeluk op de verkeerde knopje. Kijk eens achter je. Ja, nou, ik durf niet, want ik heb geen ik heb iets gekocht dat we allebei kunnen gebruiken. Ik heb een zaklamp. We moeten haar wel delen. Goed gedaan. Dat is 100 per stuk. Kom. Volg mij. Ik heb 30 money. Wil je er ook in? En ik heb zo'n een kistje voor je als je wil. O. Ja. N. E. Y. Hier, en daar hebben we er elk twee. Oké, ja. Hier. Ja. Ik kom al. Hier, in de gebouw. Hier, Daryl. Ga je ergens een flashlight vinden? Derde. Yay. Hoe dat dan werkt? Rechterklik. Zolang als je wilt, maar als je iets anders in je handen veel, hebt, drie. Dan valt er weer. Oké, zet er zoveel niet meer. Je kunt niet twee dingen. Yes. Kom snel. Ik zie daar dingetjes, huisjes precies. Snel. Achter je zombies. Wacht, zet jij je flashlight aan en ik. Zo. Ik kan goed zien in het donker. Spelers? Die huisjes? Ik heb hem. En hij heeft jou blijkbaar. Je moet controle ook inhouden, dan ga je sneller. Sarah, ik kan nu 100 tegen. Zie je? Ja. Wacht, ik wacht even op jou. Spullen! Ik heb een rauw konijn. Ja, kunnen mij 40 teruggeven, want ik heb u. Oh nee, dat is niet controle. Wacht, je hebt het gehad. Oké, okay. Oh, Slash ik druk altijd op shift, maar dat is niet controle. T-A-I. Deur is dicht. Zo schrijf je dat. Kunnen zombies deuren openmaken? Je schrijft dat P-A-I. Dus we zitten hier veilig. Wacht eens even! Ik heb nog een. Ik heb een sniper. Spatie. Van mijn naam. Zo. En ik heb ook een vuurwerkster en rauw konijn. En dan 40. Ik verschoot. Bedankt. Ja. Wat zou. Oh ja, zeg maar. Wat? Oh, zombie! En een ja, wat bedoel je? Ja, maar de onderste kist, daar heb je hand voor. Ja, kom naar die safe zone. En neem dezelfde weg als dat wij hebben genomen. Ik zal mij daar klaarzetten. Stel dat er iemand anders komt. Oké. Okay. Wat zou ik beter wegdoen van zo... De rij die je hier hebt als je uit je inventaris bent. Die honden. Zo die, als je dat betaald hebt, sniper, dat mes precies, een vuursteen, zaklamp, kompas, vuurwerkster of een van... Want ik heb er nu twee, een van die paddenstoelstoofpotten. Ja. Nee, wacht. Ik heb die spullen opgepakt. Oké. Okay. Ja. Boots, waar? Weg. Nog steeds aan die safe zone. Yay, mooie. Ik ga me daar klaarmaken dat er iemand anders komt knallen. Uit die derde safe zone. Okay, ik zie hem. Hoor je dat geluid? Oh, jij is even bezig. Ik drop hier uw spullen. Hij is weg. Nee, hij is weg. Wat is er? Nee, die chestplate is beter. Deze mag je hebben. En deze. En die mag je hebben. Dicht. En deze. Wat zou ik. Die rode kist. Dat hield u. Kan ik jou ook pijn doen? Ja. Oké. Okay. Ik wou het eerlijk gezegd proberen, maar. Volg mij.
Oké, okay, dan doe ik eventjes het draalkonijn. Heb jij erop geschoten? Ja, leuk. Sorry. Dat is die gewone mes, hè. Nee, je moet achter u, snel staan, we moeten weg. Zijn er te veel. Die kunnen we niet eeuwig bezig houden. Nee, dat was die andere, denk ik. Zo moeilijk was het niet, klik er gewoon op. Oeh. Is er iemand? Was jij dat? Wauw, zoveel zombies. Wauw, zoveel zombies. Kom eens kijken, Ruben. Kijk. Ik heb hem. We zullen hier altijd... Wat is dat? Sarah, we moeten hier echt snel weg. Achter u. Is de deur ontploft? Ik zag het hoofd van een zombie. Sarah, kom, we moeten niet snel weg. De speler had mij bijna. Had hij mij op één slag, had jij er niet geweest en nu dood geweest. Hé, hey, wacht. Tof. Zijn we nog aan? Wow. Mag ik ook eentje? Of... Maakt niet uit hoeveel, maar ik wil... Moet je snel zijn. Oké. Ja. Snel zijn. Okay. Er staan superveel zombies voor onze deur. Er staan superveel zombies voor de deur. Nee, we hebben wel geluk dat ze niet binnen kunnen. Een heel kist. Oké. Het eten is bijna klaar. Sarah, vlug, we moeten weg. Achter jou lopen zombies. Heb jij iets van hout of zo? Wat? Nou, je ziet er avontuurlijk uit. Wil je echt dat die stok weggaat? Ja. Okay. En die vest heb je toch niet meer nodig? Nee, die speler die we daarnet hebben gekild. Dat zal het raamkonijn zijn. Wat? Echt? Is die stok wat je mij hebt gegeven beter dan mijn mes? Ja, ik zie het. Dat zijn goed voorbereid. 6, het enige wat we moeten doen 2,5. Is zo snel. Oké, dan moeten we... Wat gedaan? Sarah, we zijn goed voorbereid. We moeten alleen nog een schuil trekken. Kijk hem mooi. Ja, die zijn... Oké, heb je die uitjes gezien? Ik ga even mijn zaklamp aan. Ah ja. Oh. Ik heb mijn zaklamp. Wat? Snel. Waar ligt dat misschien? Moet het niet snel naar binnen? Weg. Ja. Oké. Er zit daar normaal goed in. Nee. Zit daar normaal goed in. Oh nee. Cool. Kijk. Ik ga ook proberen die op jou te richten. Ik dacht dat er iemand binnenkwam. Op die andere. Moeten wel opletten. Er lopen... het is een plek waar er heel soms zombies komen. Heb je mij iets gegeven toevallig? Nee, dat geeft niet hoor. Ik had het gevoel dat ik iets... Ik zeg dat het al. Toch, ik shift toch, hè, Ruben? Kijk eens. Ik heb dit nodig. Oké, dat is goed. Ik ga bij wapen. We moeten hier binnen blijven en ons avontuur vasthouden. En daar ben ik namelijk mee bezig. Kogels. Wat is dat? Ons huisje is toch niet opgeblazen, hè?
dat vuursteen, die, dat mag je nu inventeren. Is die mag, speler dat moet daar niet staan. Die werken ook als ze er niet in staan. Sarah, hier liggen boots voor u. Hier. Shift on. Moet je die shiften? Ja? Ik vind het geluid van die zombies echt zo. Stel, als er toch iemand binnenkomt, we moeten altijd wel goed op de deur letten, hè. Ja, er stond er al zo voor de deur. De opname is nu wel al redelijk lang bezig, hè. Deur is dicht. Ja, er is weer een. Nee, dat is waar. We kunnen ook even een lange aflevering doen. Ja, en niet proberen. Ja, dat ik ook wel. Ja, het is avontuur. In een huisje zitten. Juist bij je vuist mag je het eens proberen. Nee, als er zombies hier ontstaan, bel. Ja, hier kunnen spelers ook dan. Weet je nog, okay, daarnet is dat er iemand... Boom, is naai. Omdat hij jou had gepakt. Ik denk dat ik per ongeluk jou ook had gezien. Oké. Okay. Dan, ik ga even mijn zaklamp terug aan doen, oké? Okay? Misschien kan ik hem dan zien. Eén ding moet ik zeggen, het staat hier zo niet. We kunnen hier niet meer weg. Toen zei... Oor dicht. Ik ben toch niet zo heel... Tada! Die RT dingen, nee. Die oude, oh, hè? Maar die RT, waar? En er zit iemand, shift. Ik heb er nog 7, maar die gebruiken we voor echte noodgevallen. Nee. Gebruik ze alleen in geval van nood. Granaat. Dus stel dat er bijvoorbeeld iemand in een huisje zit, hè? En we durven niet naar binnen gaan. We doen de deur open snel. En we gooien er ik let op de granaatje deur. In. Dan is hij dood zonder dat we leven. Nee, Robert, kom snel! Binnen. Ik ook dan. Nee, er is niet anders waren we nu de peanuts. Toch niet? Er stond nergens een zombie binnen en ik ben dood. Nee. Probeer dit eens. En desnoods heb ik een paar kogels met een naam papier. Jammer. Maar ik vond... Ik heb toch een beter wapen. Wacht, bewaren voor jou. En trouwens, maar ik vond het wel genoeg geweest voor vandaag, hè? Sorry, hè? Het was wel een... Dit Sorry, is een lange maar video. Ik heb toch iets beters en dat is beter dan jouw mes. Mag ik nog iets zeggen, Ruben, voordat je het afsluit? Ja, veel beter. Wacht, we moeten misschien bij elkaar komen staan. Kom jij hier ook op het muurtje Kijk, staan? Kijk, als je daar... En ga dan in F1-modus. Of F5-modus, maakt mij niet uit. Ja, ik ben mijn lemmetje nou, naast mij staan, hè. Of ja, zo. Goed, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ruben. Zombie. Bedankt. Ik heb hem. Oh, gewoon shiften en dan op F5. Ja. Zie je? Oh, ja, laat maar. Ik ga mij wel zo zetten, oké? Okay? Niet waar, dit is die militaire basis niet. Maar wacht, dan zal ik bij speciale naam, draaien. Snap je? En, ik ga mij een beetje naar zetten. Waar we dichtbij zijn met de Bedankt naam. Voor het kijken naar deze nieuwe video van Ruben. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan even op zijn kanaal en maak echt superleuke video's. Maar als we daarheen gaan, dat is wel een enorm risico. En ook pranks. Zie je die weg daar lopen? De bal. Dat gaat helemaal naar beneden en daar zijn 2.